zoveel mogelijk rennen met beide handen, in beide handen een gewicht van 100 kilo. Nou, het is niks voor mij, maar er binnen onderdelen sneunt juni snits bij de sterkste man van Friesland. Achterin de spierbundels joegen achter de pressans om haar krachten te meten. Spektakel dus. Waar is de allersterkste man van Friesland? Dat wie de grote vraag oorlogen sneeuwen in de WZS Sporthal van Snits. Acht mooiske kerels gaan de strijd om. Deze acht binnen vanzelfs heel sterk, maar de allersterkste man van Friesland zit aan de kant. Ik heb al voor jou een keer de sterkste man van Friesland gewonnen. En vorig jaar heb ik besloten om net weer mooi te gaan. Dus ja, ik kan niet nog mijn volle teugen. Een oormaat, ik wil eens winnen. Dagslid Sielstra, die tot drie keer de op één na sterkste man van Nederland vaart, zien kreeg graag aan het publiek zien. De jaren met Paul Smeets, de sterkste plissieman van Europa. En daar mooi de deelnemers weer aan het werk. Een trekkertje van 400 kilo maakt zo vlug als mogelijk vijf keer kantelen worden. En dat valt net daar. Wat maak je net? Ja, nou, dat lukt er nog. Wel werk, hè. Dat is denk ik alle dagen zeker? Nee, iedereen nog. De laatste keer niet, vooral zo weer. Korte armen, hè. Je kan niet onderkomen. Ja, het is een beetje techniek, moet je ook leren natuurlijk. Het is de tweede keer dat ik probeer, ja. Maar leren van foutjes. Bij dit onderdeel werd al duidelijk waar het was sterkste van het toernooi binnen. Henk van der Veen van de Westerrijn en Ron van Warmel van Bolsert. Zij zullen letter strijden om het eerste plak. En waar denkt dat het bij deze sport om een spieren gaat, die had het mis. Ik zit hem hier 80% tussen je oren. En ik mag eigenlijk al zeggen, bijna 100% wilskracht. Anders red je niet. Een goede tip voor de toekomstige generatie sterke mannen. Ik ben hier maar aan het trainen voor de sterkste man van Friesland. Ja, ik het thuis wel. Met al mijn boomstammen die overal liggen. Dicht bij de bosjes. En hoe vallen hier was dan mooi dan met deze wedstrijd? Dat weet ik nog niet. Ik wil wat sterk worden, maar net sterkst van Friesland. Dat hoeft net. Wist je ook een hele sterke man? Nog maar even wachten op de resultaten van deze man. Intussen liet Wout Sielstra nog even zien hoe het maat. En dan het grote spektakel van de jong, de laadrace. 2x2 maakten de deelnemers zo gauw als mogelijk zo'n zware attributen op het podium laden. Spannend, want in deze wedstrijd zal blijken waar de allersterkste is. Vloepen er niet overheen, jongens. Henk van der Veen van de Westerrijn is oermachtig. Hij pakt de titel sterkste man van Friesland, maar hij wil meer. 13 december, vier rondes van de sterkste man van Nederland. Dan moet hij ergens proberen. Ja. Wat denk je ervan? Ja, maar kennen. Als ik mijn dij wat hard als jood, nou, dan moet het kracht kennen. Ja. Maar ja, het wordt een toer als je iedereen wilt heen en daar komen de sterksten. Als je in Friesland bent, nog een stuk of twee goede sterken, zeg maar. Ja, en daar komen er een stuk of 10 tolven. Ja, dan wordt het een stuk moeilijker. Als Van der Veen dan ik de sterkste man van Nederland worden, is nog de vraag, want dan zal hij het opnemen. Maar dat zijn Wout Sielstra, die nou volgens die titel bemachtigen wil.